Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Eredivisie voorspellen. Zoals jullie weten is deze aflevering van tevoren opgenomen, dus het is nog helemaal niet gebeurd. De afgelopen speelronde en natuurlijk de inhaalwedstrijden, dus ik weet daar nog geen uitslagen van. Ik neem het allemaal mee bij de volgende aflevering, alle uitslagen. En dan kom ik volgende week weer gewoon met de normale aflevering waar alles bijgewerkt is. Dus dan weten jullie dat alvast. We gaan vandaag alleen maar kijken naar de wedstrijden die we gaan voorspellen onder deze video. Ajax gaat zich voor het eerst mengen in de Europese wedstrijden. Ajax moet thuis tegen Rangers. Kunnen die voor PSV revanche nemen? We gaan het zien. Feyenoord moet uit naar Lazio. PSV ontvangt thuis Bodo Glimt. En AZ moet gelukkig niet naar Oekraïne, maar naar Slowakije voor de wedstrijd tegen Dnipro. En in speelronde 6 van de Eredivisie zijn de volgende wedstrijden. Volendam ontvangt thuis Go Ahead Eagles. NEC moet tegen Fortuna Sittard. Ajax ontvangt Heerenveen. Excelsior moet thuis tegen FC Emmen. PSV moet in Eindhoven tegen RKC. FC Utrecht ontvangt Vitesse. AZ thuis tegen FC Twente. Cambuur ontvangt FC Groningen. En Feyenoord moet in de Kuip tegen Sparta. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze korte aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En tot volgende week. Dan nemen we alles weer mee. Doei!